We gaan vandaag appelbillets maken. Appelbillets kennen de mensen als een schijf appel die door het beslag gehaald wordt. Banketbakkerechters, die rollen bladerdeeg uit, maken dat nat, leggen daar een plak goudrenet op. Dat is het beste, dat gebruik ik ook nu. Want hij zit maar 7 minuten in de frituur en dan blijft die goudrenet nog heel. Want dat is een moesappel en bak je hem langer, dan wordt het appelmoes, maar bij een goudrenet is dat niet aan de orde. Het onderste plakje wordt nat gemaakt, plak erop, een beetje amandelspijs in het hart wat er uitgestoken is, plak je eroverheen met een kartelsteker uitsteken en 7 à 8 minuten in frituur van 190 graden bakken. Het is uiterst simpel. Ik ben vanzelf korstdeeg, vanzelf bladerdeeg maken, maar ik weet ook wel wat de praktijk inhoudt. Dat mensen zeggen, ja, ik weet wel dat het allemaal beter is, maar ik haal toch maar even bladerdeeg in de supermarkt. En dan kan ik alleen maar zeggen, zoek naar roomboterbladerdeeg. Het scheelt bijna niets met margarine en de smaak is absoluut veel beter. Dus als je dan toch, net als wat ik nu doe, kant-en-klaar bladerdeeg hebt, roomboter. We gaan beginnen. Ik had al een appeltje geschild. Je ziet dat die goudrenet, die wordt gauw bruin. Lekkere schijf appel. Het is zelfs zo dat als ik snij, de uiteinden van de appel, die doe ik altijd weer iets dikker, zodat iedere appelbillet evenveel appel bevat. Ik doe er maar 5. Daar heb ik 1 pakje bladerdeeg voor nodig. 5 plakjes onder en 5 plakjes boven. En er passen er precies 5 in de pan. Klein stuifje bloem op de bank. Het is allemaal heel eenvoudig hoor. Papiertje eraf. Even licht nat maken met water. Niet overdrijven. Ik leg er een plak appel op. Kijk, deze had ik al iets eerder geschild. Zo. Nu neem ik even wat amandelspijs. En hier heb ik nou geen gewichten van. Een snufje kaneel. Een klein beetje boter. Want wat wordt doorgaans gedaan? Er wordt suiker ingegooid. En die appel die geeft natuurlijk zoveel vocht af. Die suiker dat wordt gewoon een siroopje. En dat wordt een chaos. De kaneelsuiker, die heb ik hier alvast. Daar wordt straks de appelbillet ingewenteld. Dus ik heb hier spijs, suiker en boter. Gewoon een lekkere vulling. En dit gaat in de kern van de appel. Andere plakjes. Ja, ze zijn nog vrij koud, maar dat verandert heel snel. Zo. Ondertussen controleer ik even de frituur. 190, 200. Deze mogen echt wel wat pittiger gebakken worden als een oliebol. Want die zou met deze temperatuur heel snel donker worden. Dat is 175, 180 de oliebollen. Deze mogen gewoon 20 graden warmer. Dit is een pan met zonnebloemolie. Daar zweren wij bij voor zowel de kroketten als de oliebollen en de appelbillets. Dit is heel belangrijk dat ik het goed aandruk eromheen. Ik heb hier een steker. En je kan je voorstellen dat jullie een soepkommetje hebben dat je er overheen zet. Als je zegt, ik ga zo'n steker niet kopen, dat vind ik ingewikkeld. Dan kan dit natuurlijk ook. Maar ik vind zo'n karteltje wel mooi. Banketbakkers doen dat in ieder geval. Dus uitsteken. Nou heb ik nogal wat afval, maar daar kom ik op terug. Kijk, nog eventjes. Hij moet echt dicht. Ik maak het mezelf een beetje moeilijk door een mooie grote appel te nemen. Omdat ik bijna geen randje heb om hem dicht te maken. En als hij niet dicht zit, wordt het echt een gekkenhuis in de frituur. Kijk, ik druk hem goed aan. Dit is echt belangrijk. Dus alleen de onderste plak heb ik nat gemaakt. Zo. Kijk, zo makkelijk gaat dat weer los. Dus hoe kleiner die appelschijf, hoe veiliger je zit. Maar dit is natuurlijk lekkerder.
Dit is een kleiner schijfje appel en dan zie je dat dat gelijk makkelijker is. Ik heb hier voor mijn doen ongewoon veel afval. Jullie begrijpen dat ik het daar niet bij laat. In een ander filmpje gaan we dat als restverwerking, gaan we daar mooie suikertabletjes van maken. De temperatuur is goed. Want er gaan er eigenlijk maar 4 in, maar ik doe ze er gewoon in. Het is allemaal net aan. Wat zie je op een gegeven moment? Dat die appel die wordt gaar, dan gaat de bovenkant opbollen. Kijk, daar komt hij al. Dan draai ik hem om. De onderkant krijgt al een kleurtje. Heel bescheiden, maar het komt. Ik draai hem dan om, want als ik hierbij weg zou lopen, wat je nooit moet doen natuurlijk, dan wordt dit een hele bolle kant. Dit is slap deeg. En dat barst dan open. Ik kan je verzekeren, dat is een hel met die appel en die gloeiend hete zonnebloemolie. Dat correspondeert niet met elkaar. Ze krimpen enigszins. Dit is natuurlijk een beetje onverstandig. Eigenlijk had ik er gewoon 4 moeten bakken. Of een iets grotere pan, maar deze heb ik nou eenmaal. Ik wacht rustig af. Kan er nou toch niks meer aan doen, maar even controleren. Temperatuur is goed. Je hebt tegenwoordig thermometers. Dan leg je die pen erin en dan ligt het metertje op tafel. Dat is eigenlijk wel prettiger, want nu, dit is wel een beetje warm voor me, maar 190, hij doet het gewoon heel goed. Met die vork kan je ze makkelijk omwippen, want dit met een schuimspaan omdraaien is lastig. Wij gebruiken altijd een vork. Nee, we laten hem heel. We moeten er niet in prikken. Wat ik zei al, de combinatie spijs, appel en olie, dat is geen familie van elkaar. Je kan het al een beetje zien dat de onderkant gaat kleuren. Maar toch wacht ik nog heel even. Ik zei het al, 7 à 8 minuten. En dan is die goudrenet, die is dan lekker gaar. Zo snel gaat het bij een goudrenet. Bij al het andere bakwerk gebruiken we nooit goudrenetten. Omdat bij een appeltaart, die zit er in ieder geval een half uur in. Dat geldt ook voor appelcarrés en appelflappen. Dat wordt appelmoes. Dan is dat als je zo'n appelflap of een appelcarré doorsnijdt, dan zie je geen structuur meer van appel, maar een bruine massa. Wel lekker, maar het oog wil ook wat. Kijk, ik zie nu aan de onderkant dat wel oké is. Ik ga ze nu draaien. Kijk, een mooi goudgeel kleurtje. Banketbakkers hebben het altijd over een mooie goudgele kleur. Ze krimpen, zodat ze er nu eigenlijk met z'n vijven, blijft toch een beetje behelpen, maar het kan. Een kwestie van geduld hebben even. Nog een heel klein kleurtje. Ik ga hem alvast uitzetten, mooie. Ja, even een beetje uit laten lekken. En als ze enigszins afgekoeld zijn, dan dopen we ze in de kaneelsuiker. En kaneelsuiker is niet anders als kristalsuiker met een paar theelepeltjes kaneel. Ze zijn rondom bruin. Ze hebben er 3 à 4 minuten aan één kant gezeten en dan worden ze omgedraaid. Je ziet dat ze een mooi volume hebben. Dit is de meest ideale kleur. In totaal 7, misschien 8 minuten, al naar gelang de dikte en de grootte van de appelschijf. Ze worden nooit gelijk na de frituurolie gesuikerd, want dan zijn ze zo heet, dan smelt die suiker. Dus we wachten altijd 5 à 10 minuten. Dan hecht die suiker wel degelijk. Kijk, Stella, jij hebt een heel fijn zaagmes gehad. Dan ga je hem voorzichtig doorzagen. Ja, hij is nog wel warm, maar je brandt je vingers niet. Voorzichtig doorzagen, lange halen. Kijk, dan kan je zo mooi de middenlijn laten zien. Kijk eens. Ja, dat is prachtig. Ja, hij is net gaar. Dit ziet er toch mooi uit, hè? Vind je niet? Hij is nog te warm om te eten, hoor. Eventjes door die suiker heen wrijven. Nou, dit is de appelbier. Het is eigenlijk heel simpel. Jij een stukje, Stella? Vind je het nou te warm? Nee, het is heerlijk. Trek je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Ik ga het niet doen, hoor.